Met bakken ben ik altijd heel creatief, maar groenten vind ik best wel lastig om te koken. Maar gelukkig is er nu het nieuwe boek van Marie Maris, À la minute. Ik ben er nu al fan van. Ik ga een recept maken uit haar boek en wel de knapperige en smeuïge spinazie, die je overigens ook heel goed met een andijvie kunt maken. Ik heb hier al wat spinazie geblancheerd. Dat wordt de eerste laag. Ik heb overigens het recept gehalveerd, omdat we met z'n tweeën zijn. En het wordt echt een schattig ovenschaaltje zo. Dan gaan daar wat gedroogde tomatenreepjes uit olie op. Daar gaan wat pijnmanpitjes overheen. Dan heb ik hier bechamelsaus, of hoe Marie hem zelf noemt, de knoflokerige bechamelsaus. Dat ruikt ook echt heerlijk naar knoflook hier. En daar mag lekker wat overheen. Oh, het ruikt nu al super lekker. Dan gaat er weer een laagje spinazie op. En ik denk voor een hogere ovenschaal zou ik meerdere laagjes doen. Maar voor het kleine ovenschaaltje hou ik het bij deze twee, denk ik. Zo. Daar weer wat van de tomaatjes over. Pijnmanpitjes. Ik ga gelijk maar gooien. En dan lekker aftoppen met die knoflokerige bechamelsaus. En om het zo meteen onder de grill lekker knapperig te maken, gaat er nog wat geraspte oude kaas overheen. Volgens mij wordt het super lekker. Ik ga deze onder de grill zetten en dan ga ik nog even een gnocchi maken voor erbij. Dit is hem geworden, de smeuïge en knapperige spinazie van Marie Maris. Het ruikt echt heerlijk. Ik heb alvast wat gnocchi erbij gebakken. En dan mag deze lekker erbij. Kijk of we die mooi in één keer kunnen opschuppen. Het ziet er toch super lekker uit. Thanks Marie voor al je lekkere recepten. En ik weet zeker dat ik nog heel veel simpele groentegerechten uit je nieuwe boek ga maken. Eten! À la minute, simpele, smakelijke groentegerechten die echt iedereen kan maken. Dat wil je toch? Bestel het boek in de link hieronder of bij de plaatselijke boekhandel natuurlijk. Aan tafel!